De gasten van zonnebloemafdeling Beek en Donk kregen dinsdag een boerenkoffietafel bij herberg Het Hukske aangeboden. Deze activiteit was bestemd voor thuiswonende zieke mensen met fysieke beperkingen en voor mensen die behoefte hebben aan wat gezelligheid en ontspanning en in Beek en Donk wonen, ongeacht of ze wel of geen lid zijn van de zonnebloem.